Yo, Nintendo fans! Ik heb hier een aantal figuren die denken dat ze Mario kunnen zijn in een kart. Garfield! Daar heb ik al een video van geüpload. Sonic! Die heb ik ook al eens laten zien op mijn kanaal. Maar vandaag hebben we een toppertje. Hello Kitty! Ik weet niet wat ik hiervan moet verwachten. Maar als jij denkt dat het grappig wordt, gooi je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Normaal spelen we betere games op dit kanaal. Is dit logo nou pixelig? Zie ik dat nou goed? Yo, ik kan de pixels tellen, man. What? Oké. Misschien moet ik het een kans geven. Single player? Tournament? Oh, maar ik vind deze kikker eigenlijk wel epic. Deze pinguïn is ook sick. Oké, het zijn wel grappige karakters. Eerlijk is eerlijk. Ik wil deze kikker zijn, jongen. Oh, ik kan nog een pakje kiezen. Nee, dat is een standaard pakje. Let's go! Tour 1, Tour 2, Tour 3. Ik ga voor Tour 3. Ik zie een Rainbow Road. Zien jullie de Rainbow Road onder in beeld? Jullie zagen het, hè? Ik ga in deze gele buggy ding. Loading. Wow, Rainbow Road. En Hello Kitty. Wat episch. Oké. Hello Kitty denkt echt dat ze Mario Kart is, man. Oké, let's go. Wow. De weg schiet onder me door, jongen. Oh, ik word hier een beetje... Ik word hier bijna misselijk van, jongen. Geef me een vraagteken. Oh, ik heb speed. Speed. Oh, let's go. Let's go. Kitty, kom je halen. Oh, we moeten deze kant op langs. Het aardappelen. Het zijn vliegende aardappelen. Het zijn helemaal geen kometen. Het zijn gewoon vliegende aardappelen die rondvliegen. Ja, lekker. Vraagtekentje voor mij. Ik kan wat pionnetjes neerzetten. De pionnetjes zijn blijkbaar banaantjes in deze game. Kan ik ook driften? Mop, zo zag die zieke drift. Wee. Waarom gaat dit zo lang? Kan ik toeteren? Heb ik een toeter? Ik heb geen toeter. Het is geen goede race game als je geen toeter hebt, potverdorie. Waar is de rest? Waarom loop ik zo ver voor? Is de rest zo erg aan het noemen of zo? Kan ik springen of iets? Kan ik iets doen? Kan ik iets extra's doen? Of is dit het? Volgens mij is dit het. Ik gooi overal pionnetjes neer. Wedden dat ik straks over mijn eigen pionnetje ga? Oh, ik heb iets. Word ik nou langzamer gemaakt of zo? Er waren allemaal klokjes om me heen. Volgens mij werd ik afgeremd door de klokjes. Waarom gaat dit zo langzaam? Waarom? En waarom krijg ik nog meer klokjes. Ga weg. Laat me deze speed pakken. Kijk, dit is het tempo wat ik wil rijden. Maar mijn kart gaat gewoon zo freaking langzaam. Volgens mij zijn we bijna klaar met deze race. Is hier de hoek om? En gaan we dan finishen? Oh, daar is de finish. Kom op. Sneller. Ga nou sneller. Ik wil gewoon mijn controller zo vooruit gooien, zodat hij wat sneller gaat. Ja, dag. De nummer 2 heeft de snelste ronde van 28,97 seconden. Ik heb een snelste ronde van 39,99 seconden. Hoe kan dat? Dat is toch onmogelijk? Dan zou hij toch voor mij moeten eindigen? Ik bedoel, alleen met die snelste ronde. Is die al 11 seconden sneller? Ja, dit klopt geen bal van deze game. Ik heb wel 12 punten. Oh, wat? We gaan varen. Ik pak deze blauwe. Dat is een mooi blauw bootje voor op het water. Zeg maar. Het is meestal met bootjes. Die zijn meestal voor het water. Oh, het is Mushroom Kingdom. Zagen jullie het paddenstoelen? Ja, nu niet meer, hè? Nou, weet je wat? We gaan gewoon beginnen. Let's go! Ik heb geen toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik niet naar jou. En waarom pakte ik geen vraagteken daar? Ik snap er geen bal meer van. Tot zover mijn auditie voor het nieuw seizoen van X-Factor. Hé, ik heb een bubbel. Een bubbel. Het lijkt ook op de hersenen van een kwal of zo. Zullen we eens kijken wat dat doet? Links onderin. Wat kan ik met mijn bubbel? Oh, ik ben beschermd. Oh ja, dit is wat je wil. Ik loop ook echt alweer een halve ronde vol, joh. Waar is de concurrentie? Waarom kunnen ze niks? Ik heb hier taartjes waar ik mee kan gooien. Alleen, er is niemand om een taartje naar te gooien. Dit is echt veel te makkelijk. Dit is volgens mij echt gemaakt voor kindjes, jongen. Kindjes van 3 jaar. Hebben jullie een broertje of zusje die 3 jaar is en eigenlijk niet kan gamen? Ik zou dit spel geven aan jouw broertje of zusje van 3 jaar, zodat jouw broertje of zusje leert gamen. Zodat je voortaan misschien over 2 of 3 jaar echt Mario Kart kan gaan spelen tegen je broertje of zusje. En dat het dan ook daadwerkelijk spannend wordt. Want ik weet niet hoor, maar deze game is echt veel te makkelijk. Zodra je in een bootje stapt of in een autootje, zie je tegenstanders nooit meer langskomen. Hoppakee, finish. Weer gewonnen. Eens even kijken of ik weer gescamd word. Nee, kijk, nu kloppen de tijden wel. Snap er niks van. 43 seconden, hé. Ik heb ze dik ingemaakt. Ik ben een halve minuut sneller dan een tegenstander. Dit moet toch wel moeilijker kunnen, jongens. En we gaan vliegen. Heel sick. Het spel wordt beter en beter.
Het is een drama. We gaan vliegen over de landingsbaan of zo? Ik bedoel, als ik denk dat ik moet vliegen, dan zouden we toch flink hoog in de lucht moeten vliegen? Of ligt het nou ook weer aan mij? Ik snap er denk ik gewoon helemaal niks van. Let's go! Laten we vliegen in deze super dikke airplane die echt zo traag is als dikke stront. Oh, maar je kan wel omhoog en naar beneden. Oh, kijk ons gaan. Lekker. Hoppa. Ik mis het. Ik mis de cirkel. Wordt dit dan de meest spannende race? Ik bots overal tegenaan. Maar ik ga toch gewoon overal doorheen. En nu kan ik pionnen neerzetten. Ik zet gewoon pionnen neer. Komen die dan op de grond of blijven die in de lucht zweven? Oh, wacht. Als ik dus de rechte trigger indruk, dan ga ik slippen. Hoorden jullie dat geluid net? Dat ging echt nergens over. Ja, kijk, de tegenstanders die blijven nu wel dichtbij. Het is eindelijk een beetje spannend of zo. Maar niet heus. Dit is geen bal aan. Wel mooie omgeving kiezen. Oh, kijk, hoor mij slippen in de lucht. Hoe kan een vliegtuig slippen in de lucht? Waar gaat het over? Hoor dan! Ik slip! Dit kan even, dat is om... Ze hebben nooit nagedacht over deze game. Ze zijn te lui om gewoon het soundeffectje even aan te passen. Als je in de lucht een scherpe bocht maakt, dan ga je gewoon slippen alsof je nog steeds in een kart zit. Man, wat slecht. We hebben weer gewonnen. Lekker gedaan, kikkertje. Bets Maru heeft wel echt de snelste tijd. En de beste lap van Kuroni is ook wel echt heel sick. Die heeft 2 minuten, 22 seconden en 14 honderdste van een seconde gedaan over 1 ronde. Deze game snapt niet helemaal hoe het werkt. Hij heeft ook echt maar 1 ronde gevlogen. Er staat ook gewoon letterlijk geen extra info op de achterkant. In de lucht, op de baan en in het water. Ik bedoel, als je dit er leuk uit vindt zien, dan moet je dit gewoon kopen. Maar ik zou voor de rest ten sterkste adviseren om deze pas te kopen als die 1 euro en 23 cent is bij je gamewinkel. Voor meer geld zou ik deze niet kopen. Terwijl het op zich best potentie heeft qua werelden en karakters. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Als het gewoon vet zou zijn en moeilijk, dan zou ik dit gewoon nog best wel leuk vinden ook, want het ziet er best wel grappig uit, die werelden. En dan heb je bootjes en vliegtuigen en karts. Ik bedoel, dat klinkt best wel veelbelovend, maar het is gewoon veel te makkelijk. Ik zie... Wacht. Hallo? Ga maar even voorbij, jongens. Zijn jullie maar voorbij? Kijk, dit maakt het wel spannend, want dan kan ik nu eindelijk gaan vuren of zo op jullie. Kan ik jullie gaan proberen te raken. Oeh, ja, oh, huh? Die was toch raak? Bam! Ik word belazerd. Ik gooide een taartje op iemand. En zomaar was die niet raak. En ik ben alweer eerste, terwijl ik geen eens eerste wil zijn. Ik wil iemand schieten deze ronde. Let's go. Geef me taartjes. Daar zijn vraagtekentjes. Oké, ik ga heel sneaky hier aan de zijkant staan. Oké, ik heb weer taartjes. Let's go. Wie gaan we schieten? Gaan we de zwarte kat schieten? Gaan we Hello Kitty schieten? Wie gaan we schieten? Ik ben tweede. Ik ben derde. Oké, go. Wow. Oh, mis. Oké, die was wel mis. Pak de zwarte kat. Hé, dat schieten is nog vet moeilijk. Misschien heb ik... Oh, die was raak, man. Die was sowieso raak. Nog meer taartjes. Let's go. Weer mis. Ik ga je schieten, blauwe man. Oh, man. Hallo, blauwe man. Ja, die was raak. Lekker hoor. En nu moeten we serieus zijn. We moeten deze ronde winnen. We moeten geen grappen meer maken. Ik moet niet meer gaan wachten op de rest. Ik moet tempo maken naar de finish. Want anders gaan we deze race misschien verliezen. We gaan dit nooit verliezen. Ja, kijk hoe ver ik alweer voorrij, man. Kom op, jongens. Had dit nou even een spannender spelletje gemaakt, joh. Dat zou toch leuk zijn voor iedereen. Potverdorie, joh. Ik ben alweer over de finish. Ik heb alweer gewonnen. Ik vind het niet eens leuk om te winnen. Nou, volgens mij hebben we het cupje gehaald. Hoppakee, 3 sterren. Tour 4 hebben we ontgrendeld. Maar kan dit moeilijker? Ik wil kijken bij mijn settings. Je hebt dus niet eens de optie om hem moeilijker te zetten. Conclusie, 1,23 euro betalen voor dit spel. Anders niet kopen. Het is echt veel te makkelijk. Tenzij je niet kan gamen en wil leren gamen. Dan moet je misschien beginnen met Hello Kitty. Hoe heet dit eigenlijk? Hello Kitty Cruisers. Perfecte eerste game om te leren gamen voor je broertje of zusje van 3 jaar. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Hopelijk wel van een betere game. Mazzel!